Ik ben helemaal ready voor de lente wel hoor. No way. Toen denk ik echt, was ik maar jongen, dan was het leven zo makkelijk. Zo, hallo allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een shoplog. Long time no see. Ik heb echt lang geen shoplog opgenomen. En dit keer zat ik te denken, wat is nou leuk om te doen? Want we kunnen wel weer gewoon een shoplog doen voor het nieuwe jaar. Altijd leuk. Ik vind het toch altijd leuk om er gewoon even iets, jullie kennen mij, iets speciaals aan toe te voegen. Dus ik weet nu al dat trouwens ook vragen over krijgen. Deze trui is van Worst Behavior. I love it. Kijk, zoals je aan de titel wel hebt kunnen zien, heeft mijn vriend dus voor me geshopt. Mijn vriend wil alleen niet op beeld. Dat is gewoon, ja. Ik heb hem gesmeekt en wellicht dat als we ooit gaan... Wel, het is niet dat hij niet op beeld wil en niet op foto's, maar hij wil niet een video met mij maken. Dat gaat gewoon niet in. Echt, de dag dat dat gebeurt. Ik ben nu gezellig in mijn huisje in Amsterdam. Echt, hoe leuk is deze setup? I love it. Voordat we de video beginnen, wil ik nog even iets zeggen. Ik heb namelijk een superleuke actie voor Naked. Want alle nieuwe aangemelde accounts, dus stel je maakt helemaal een nieuw account aan, krijg je 30% korting op alles. Dat is natuurlijk vet veel. Superleuk. En alle vaste klanten krijgen ook nog 15% korting. Dus niet dat je geen korting meer kan krijgen. En dat is met mijn kortingscode SARAV. Staat hier in beeld. Maar ook alle linkjes, alles, kortingscode, staat allemaal in de beschrijving. Dus vergeet zeker niet te checken. En lekker te shoppen. Nou, laten we beginnen met de video. Ik ben echt zo benieuwd. Ik heb hem wel een klein beetje geholpen. Maar, oh my god, wat zit hier allemaal in? Het is zoveel. Ik ben heel erg benieuwd wat hij gewoon heeft gekozen. Ik heb hem een beetje geholpen in het van, doe een topje, een jurk. Ik zei gewoon, doe wat jij leuk vindt. Nou, hij appte meteen al, ik kan dit niet. Ik vind dit echt heel moeilijk. Ik heb een beetje het idee dat hij gewoon maar het eerste beste wat hij zag heeft gekozen. Maar misschien, ja, hij zegt dat hij wel heel erg zijn best heeft gedaan. Maar ja, jongens en online shoppen. Dat is niet echt voor mijn vriend gemaakt, denk ik. Echt heel erg benieuwd. Ik heb mijn maten doorgegeven. Ik heb een beetje gezegd van ik ben ook op zoek naar een beetje naar teddyjas. Dus ik hoop dat hij dat heeft gevonden. En ik zei laarsjes vind ik leuk. Een topje, pantalons, broeken. Ik heb nog een witte jurk nodig voor een feestje. Dus niet dat hij echt allemaal onzin gaat kopen. Maar ja, hij heeft het wel uitgezocht. En hij heeft wel voor mij geshopt. Ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. Oh my god, ik zie al iets wat ik wil. Finally, een teddyjas. Oh my god, die wilde ik zo graag. Die wilde ik zo graag. Die ga ik vandaag meteen aandoen. Yes! Oh my god, I love him. Dat hij het heeft begrepen. Ik dacht zo, komt hij met een van de rare teddyjas. Maar mijn huisgenoot heeft ook zo'n jas. Dus daardoor denk ik dat hij dacht van, oh, dat vindt ze wel leuk. Dan, deze is zo vet. Oh my god. Hier wil je gewoon echt lekker in wonen. Ja, ik vind het zo leuk. De H&M heeft ook zo'n soort gelijke. Maar ik vind deze, ja, wel wat mooier van kwaliteit. Dat zie je ook gewoon meteen. Hij is ook mooi wit. Echt zo leuk. Oh. Hier ben ik al in ieder geval heel blij mee. Ik heb nu oprecht een beetje een bij elkaar geraapt outfit aan. Maar ik ga even de jas hier overheen aandoen. Ik denk dat dit echt, denk ik, een favoriete kleding item is. Want dit wil ik al zo, zo lang. Ik denk dat het ook echt de perfecte maat is. Ja, dit is toch te leuk. Even seriously. Echt, oh my god. Ik ben hier echt, denk ik, oprecht het blijst mee. Ik wil dit zo lang en dit is gewoon zo lekker fluffy, warm en cute. Teddy stof ziet er ook gewoon echt goed uit. Kijk, echt heel erg leuk. Lekker grote zakken erin. Nou, hier ga je me echt heel veel in zien. Dan zie ik heel veel wit. Oh, mijn schatje. Hij heeft alles in het wit gekocht omdat ik zei, witte jurk, denk ik. Denk hij, dan zit ik lekker safe. Met wit. Dit is zo typisch. Gewoon, hij hoort het woord wit en het wordt gewoon allemaal wit. Nou ja, toen denk ik echt, was ik maar jongen, dan was het leven zo makkelijk. Een topje, denk ik. Ik hou wel echt van wit. Dus dat komt goed uit. Wit, beige, alles. I love it. Liever dan een of andere weird color. Oh ja, nou, dit vind ik cute. Ik heb echt sowieso wat meer topjes met lange mouwen nodig. En wat basics. Deze is zo'n
schattig kraagje. En dan ook aan de onderkant en aan de mouwtjes. Oh, dit vind ik heel leuk. Ook leuk onder een blazer of zo. Dit vind ik echt heel leuk. Nou, dit is ook echt een ontzettend cute topje. Helemaal cute. Leukje kettingjes zo. Echt top. Ik heb echt meer van die een beetje basics nodig, zeg maar. Kan ook in je broek doen. Dat is ook heel cute. Maar het is echt, ja, gewoon heel basic. Maar altijd goed. Ja, dit vind ik echt super leuk. Dan zie ik hier een top. Deze top wilde ik. Deze heeft hij sowieso van de voorpagina gepakt. Want deze, toen ik niks zat te kijken, toen zag ik deze top. Wat leuk. Ik had nooit verwacht dat hij dit voor mij zou kiezen. Ik denk dat vindt hij veel te bloot of zo. Kijk dan, dit is zo'n corset top. Ik denk dat gaat hij mij niet geven, want dat vindt hij misschien veel te bloot. Oh, dat vind ik zo leuk. Deze vind ik echt heel leuk. Welke maat is het? 36 ootjes. Oh my god. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat staan. En daar heeft hij volgens mij ook de bijpassende broek bij. Ja. Nou. Hij heeft hier gewoon de broek bij gekozen. Oh, dat had ik dus zelf nooit gedaan. Omdat ik best wel veel beige broeken heb. Maar wel heel leuk. Dan is het echt een soort set. Nou. Kijk dan. In maat 38. Ik ben heel benieuwd. Ik heb of maat 36 of maat 38. Maar ik zei tegen hem, doe maar maat 38. Want beter dat hij dan wat losser baggy is. Zodat hij echt heel veel te strak is. Wel echt een mooie pantalon. Ik heb nog niet zo'n mooie, nette, witte, beige pantalon. Heel leuk. En dan een splitje of zo. Ja, een splitje. Wel heel leuk. Alright, dan deze set. Deze vind ik ook echt super leuk. De broek is eigenlijk alleen een beetje raar. Ik weet het niet helemaal. Maar ik vind hem wel mooi. En die top, daar ben ik echt verliefd op. Hoe leuk. Hoe leuk is die top. Ik heb er wel een strapless BH onder. Maar ja, fucking leuk. Ik val helemaal weg achter de doek. Maar zo leuk voor een etentje of ja, gewoon voor uitgaan of voor een feestje. Absolutely love it. Dan hebben we hier een jurk. Misschien heeft hij deze jurk gekozen voor het feestje. Want ik heb een feestje met wit thema. Ik vind het al soort van grappig dat hij dit soort dingen voor mij kiest. Hij weet dus wel echt wat ik leuk vind. Oké. Oké. Dit is ook leuk. Dit heeft een hele diepe rug. Ja, dit moeten jullie even aanzien. Maar dit heeft een diepe rug. En dan kan je hier zo strikken. Ik vind dit wel echt nice. Hij ziet er wel heel kort uit. Heel kort. Wel heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan passen. Misschien staat het niet, maar oké, dan dit jurkje echt. I love it, maar hij is zo kort. Echt, ja. Het is gewoon echt heel kort. Het idee is wel super mooi met die laag op de rug. Ja, I love it. Maar het is gewoon, ja. Ik vind hem prachtig. Wat moet ik hier nou mee? Ik vind het zo lastig. Want ik vind hem echt heel erg leuk. En heel erg mooi. Hij is gewoon heel kort. En dat komt denk ik ook een beetje door mijn ass. Door mijn grote billen. Anders valt hij er wat meer overheen. Kijk, het jurkje zelf is gewoon heel erg leuk. I'm gonna cry. Dan heb ik hier een doos. Een hele grote vette doos. Ik ben benieuwd wat erin zit. No way. Oh my god. Deze zijn niet normaal. Maat 39. Ik hoop dat het past. Kijk, deze laars. Oh, hij heeft zo leuk uitgekomen. Ik zei natuurlijk dat ik laarsjes wil, want ik heb gewoon geen laarsjes. Ik ben benieuwd hoe hoog de hak is. Maar het is echt een soort laars die je netjes aan kan doen. Maar ook onder spijkerbroek, naar werk. Ik hoop echt dat deze gaat passen. Ik vind deze zo leuk. Oh, dit had ik ook echt nooit verwacht. Dat hij dit zou kiezen.
Maar hij weet wel echt wat ik leuk vind. Zo leuk. Ik vind het zo leuk. Oké, weet je. Ik ga even mijn pretty boots erbij aandoen. Ik hoop dat ik zo pas. Oh my god. Perfect. Perfect. Die laarzen zijn echt ongelooflijk leuk. Echt super blij mee. Hak valt best wel mee. Best wel gewoon goed op te lopen, denk ik. Ik noem in de comments wat jullie van de jurk vinden. Ik vind hem wel echt heel erg aan de korte kant. Hij trekt hier ook helemaal, zeg maar. Helemaal zo hier. Die laarzen zijn in ieder geval echt amazing. We hebben hier een accessoire, denk ik. Oh, een zonnebril. I like. Ik kan nooit te veel zonnebril hebben, want ik ben ze van vorig jaar gewoon allemaal kwijtgeraakt. Wat een leuke. Een beetje een cat eye. Dat heb ik nog niet. Oh. Ja, dit is gewoon altijd goed. Dit is gewoon altijd goed. I love this. Hij is wel een beetje... Oeh. Hij is veel te groot. Hij valt zo mijn kop af. Ik kan echt nooit zoveel zonnebril hebben hoor. Oké, dan hebben we hier een witte broek. Ik ben helemaal ready voor de lente wel hoor. Ik heb dus nog niet een witte broek. In ieder geval, ik heb wel een paar witte broeken, maar die zitten allemaal niet meer. Echt goed. Dit is een spijkerbroek ook. Leuk, een spijker. Oh, de kwaliteit ziet er echt super chill uit. En hij is stretchy. Dus dat is ook wel chill. Dat heb ik helemaal niet, zo'n stretchy broek meer. Wel een beetje skinny jeans, maar... En dan beide pijpen. Op zich wel leuk. Ik ben even zien hoe dit aanstaat. Denk wel ook leuk hoor. Dan hebben we de witte broek aan. Ik heb deze stop er even erop aangedaan. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Zit super lekker, want hij is heel erg stretchy. Grote kont erin. Ik zou dit dus zelf niet heel snel meer uitkiezen. Maar ik vind het wel eigenlijk gewoon heel erg leuk. Dus ik denk ja, dat ik deze vandaag gewoon lekker aan ga doen. Ook heel erg leuk. Deze hakker er dus onder. Love that. Kijk. Love it. Dus ja, dat is de broek. En dan als laatst, denk ik, is dit een set, lijkt wel. En ik zei dat... Dat had ik een keer op een TikTok gezien. Dat iemand zo'n lange rok aan had. Met een oversized trui. En ik denk dat dit is. In ieder geval, daar lijkt het wel op. En dat zou ik heel leuk vinden. Want ik vind het patroon ook heel leuk. Ik ga zo stuk dat hij alles in het beige en in het wit heeft. Maar op zich wel leuk. Want dat vind ik zelf ook gewoon de leukste kleur. Skirt in maat SM. Dat zou vast wel goed zijn. Hoe leuk is dit? Echt next time moet hij hierbij zijn. Maar ja, kijk eens wat leuk. Oh, hij is een beetje vies. Oh nee, zit een stofje. Kijk, dit is dan die rok. Leuk met die laarsjes eronder. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd of dit doorschijnt. En dan de trui erbij, heel leuk. Ik vind die trui sowieso eigenlijk al heel leuk. Gewoon in het algemeen. Kijk dan. Nou, wat leuk. Dan zo'n trui erop. Vet cute. Nou, jongens. Ik vind dit misschien nog wel een van de leukste. Hoe fucking leuk is dit? Ik kan hem dus zo dragen, maar ik vind het wel leuk om hem een beetje zo in die rok te stoppen. Dit is toch zo leuk? Echt, oh my god. Ik ben zo blij hiermee. Dus het patroontje is ook echt heel erg leuk. Echt leuk met die laarzen. Die laarzen zijn echt overal leuk bij. Nou, dit is gewoon niet normaal. Zo blij mee. Holy shit. Echt, I'm a fan. Zo, dit waren dan alle outfits. Ik ben echt mega verrast. Er is eigenlijk niks wat ik niet leuk vind. Behalve dan dat dit jurkje te kort is. En ik weet niet wat ik ermee moet. Want ik vind hem... zo, zo leuk. Maar hij is gewoon te kort. Het is zo stom. Gelukkig zijn de rest van de items wel allemaal helemaal naar smaak. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind het echt heel leuk. Het zijn sommige dingen die ik dan al niet snel zelf had uitgekozen. Bijvoorbeeld die witte broek. Dat topje, weet je wel. Die pantalon zou ik er dan niet snel bij kiezen. Maar het zijn toch wel dingen die ik dan wel eigenlijk heel leuk vind.
Dus ja, ik ben echt super blij. Ik heb natuurlijk ook voor jullie kortingscode. De kortingscode is een hele week geldig. En met mijn kortingscode SARAV krijgen alle nieuwe klanten 30% korting. En alle vaste klanten krijgen 15% korting. Dus dat is een hele hoop. Vergeet je zeker niet aan te melden, een nieuw account aan te maken. En dus 30% korting te ontvangen. Super veel. Alle linkjes, alles wat in de beschrijving. Dus je kan het allemaal even checken. En ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet de video te supporten door een blauw duimpje omhoog. Op mij te abonneren. Met volgen op Insta en TikTok. Allebei @SARAVerwoerd. En dan zie ik jullie heel erg snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.